Hey, mijn naam is Matthew Dawn en mijn urban craft is graffiti. Ik zeg tegen mensen dat ik graffiti-artiest ben, maar eigenlijk is dat veel meer. Ik doe ook heel veel schilderwerken, dat ik met olieverf werk. En langs de andere kant ben ik ook een beetje met filmpjes bezig, met mijn GoPro rondga. En ook heel veel digitaal tekenen, schilderen, illustraties, grafisch design, al die dingen. Voor mij is gewoon, ben ik visuele duizendpoot. Voor mij is tekenen in het algemeen gewoon een natuurlijke drang. Van, dat zit in mij, dat moet er gewoon uit. Van, ik zou mijn leven niet kunnen inbeelden zonder te kunnen tekenen. Als ik op reis ga, heb ik altijd een schetsboek mee. Zit ik op de bus, zit ik op de trein, ben ik altijd aan het tekenen. Ik kon tekenen nog voordat ik kon praten eigenlijk. Ik ben zelf nog als kunstenaar op zoek naar mijn stem, van wat is mijn visuele taal naar de buitenwereld toe. Wat is mijn onderwerp, in welke manier of in welke uitvoering kan ik het beste werken. En nu ben ik vooral aan het experimenteren van, is dat in graffiti, is dat in olieverf, waar wil ik over praten of hoe wil ik over iets praten. Ik heb nooit echt een leerkracht gehad of een school die mij toonde hoe het moest. Dus ik heb alles zelf moeten aanleren. Met internet of gewoon met boeken of gewoon zelf experimenteren. Aan zo'n workshop achteraf heb je heel veel spuitbussen die maar half vol zijn. En allemaal zo kletsjes in van alle kleurtjes en dingen. En dan heb je na een paar maanden heb je honderden bussen met allemaal resten van kleuren. En dat is niet genoeg om een volledige tekening mee te maken, maar het is ook net te veel om weg te gooien. En dus recycleer ik die bussen in mijn werk. En ga ik gewoon van alle kleuren tegen de muur aangooien en daaruit een tekening creëren. Waardoor dat echt een mix en match is van kleuren in mijn werk, vooral mijn graffiti-werk. Langs de ene kant wil ik als kunstenaar gewoon mijn ding doen, maar langs de andere kant heb ik ook deels ondernemer in mij. En wil ik grotere dingen realiseren en wil ik ook iets betekenen in de wereld. En wil ik ook verantwoordelijk zijn voor andere mensen om die werk te geven. Dat ik niet gewoon voor mezelf werk creëer, maar dat ik ook andere mensen werk kan geven doordat ik grotere dingen doe. Ik wil graffiti op de kaart zetten als een industrie. Bovenop dat alles kan ik het gewoon niet weerstaan om zelf mee te doen met die artiesten, om zelf een paar muurtjes te beschilderen.